Dit is Rienk Mast, 16 jaar oud, ruim 2 meter lang en hij heeft schoenmaat 50. Ja hoor, een echte basketballer. Ik was 8 toen ik voor het eerst met basketbal in aanraking kwam. En ik dacht van, hier ben ik eigenlijk heel erg goed in en ook geschikt voor. En ik wou er graag mee doorgaan. En Rienk is keihard doorgegaan. Hij heeft dit seizoen zelfs zijn debuut gemaakt in het eerste van Donar. De debuut in Donar was echt fantastisch. Ik heb altijd daar op de tribunes gezeten en kijken naar die wedstrijden. En dat ik zelf een keer kon debuteren was echt fantastisch. Heel gaaf, Rienk. Maar wat is er dan zo mooi aan basketbal? Basketbal is heel veelzijdig. Er is niet dat je iets standaard doet. Het is altijd wel elke aanval iets anders. Je moet elke keer lezen wat de verdediging je geeft, waar je heen kan. En dat maakt het ook heel tactisch en dat maakt het voor mij ook heel leuk. Om gewoon te spelen geeft me ook al een gevoel van vrijheid. Het is altijd fijn om weer te drillen, te spelen. Zijn mooie spel is niet alleen bij Donar bekend, ook de gemeente Groningen heeft hem in het vizier. Rienk is namelijk genomineerd voor de Sportstimuleringsprijs voor jonge sporttalenten. En zo'n nominatie krijg je natuurlijk niet zomaar. Ik heb best goed doorzettingsvermogen en ben ook wel best wel perfectionistisch. Ik probeer echt het beste uit mezelf te halen op school en ook bij basketbal. Rienk zijn hele leven staat in het teken van basketbal. En dat is niet voor niets. Ik heb eigenlijk gewoon een droom. Ik zou graag naar Amerika willen. Ik wil uiteindelijk het hoogste niveau proberen te halen wat ik kan halen met basketbal.